Nou, het is de Herman Hufte-lezing. Dat is niet zomaar wat. Het is een man met een enorme staat van dienst voor de Partij van de Arbeid en voor Almelo. Het is alleen al om die reden om voor Herman Hufte, wijlen Herman Hufte, wat terug te doen. En de PvdA heeft mij gevraagd in Almelo, dus dat is ook natuurlijk gewoon leuk om te doen. Ja, ik ben de minister van Financiën. Maar voor mij, kijk, financiën, dat doe je nooit zomaar. Je doet het om de dingen die we met elkaar hebben opgebouwd, zoals een goede verzorgingsstaat en een goed pensioenstelsel, om dat overeind te houden. He, dat soort dingen, daar gaan financiën over. Financiën zelf is natuurlijk op zichzelf helemaal niks. Hoe zit het met Urenco? Ja, Urenco is een sterk bedrijf. Wij zijn voor 1/3 aandeelhouder. De andere 2/3 zitten in Engeland en Duitsland. En zoals u weet, of misschien niet weet, Engeland en Duitsland willen het verkopen. En dus zijn wij heel snel gaan nadenken wat wij als Nederland moeten doen. En onze conclusie is dat we in ieder geval veel betere wetgeving moeten hebben om te voorkomen dat eventuele toekomstige eigenaren er met het bedrijf of met de technologie vandoor kunnen gaan. Dus het is uitgesteld, de verkoop? De verkoop van het Nederlandse aandeel is zeker uitgesteld. Ons belangrijkste doel is die wetgeving door de Kamer krijgen, zodat alle belangen rond Urenco, ook veiligheidsbelangen, heel goed zijn zeker gesteld. Daarvoor gaan we de wet aanpassen, zodat wat de toekomst van Urenco ook is, die toekomst is dan in Almelo en hij is zeker gesteld. En dan toch even die migratie, hè? U gaat over het geld, hè, zeg maar zeggen, hier in Nederland, hè? Maar hoe gaan we dat betalen, al die migranten? Ja, het kost extra geld, maar we zijn ook een heel rijk land, dus ik denk dat dat lukt. We hebben ook een andere grote tegenslag, financieel, en dat is de gaswinning. En niet alleen is de hoeveelheid veel minder geworden, er zijn natuurlijk veel problemen in Groningen waar we rekening mee moeten houden. Maar de gasprijs is ook gehalveerd, dus dat is een nog veel groter probleem voor mijn begroting, om het zo maar te zeggen, naast het asielprobleem. We gaan in het voorjaar kijken hoe we het allemaal gaan inpassen. Nou, ik denk dat mensen hebben de afgelopen jaren die krimp ook ondervonden. Iedereen heeft minder te besteden gehad. En dit jaar voor het eerst eigenlijk waarschijnlijk iedereen wel weer zo'n beetje wat meer te besteden. Dus ik denk dat mensen daar ook echt wel naar uitzien. Om weer een keer misschien wat schulden te kunnen aflossen. In plaats van ze te zien toenemen. En dat is ook goed voor de economie. En tegelijkertijd moeten we het ook op een manier doen die duurzaam is. En dan bedoel ik financieel duurzaam. Dus niet dat de boel over een paar jaar weer in elkaar stort. Maar ook ecologisch duurzaam. Dat we niet schade achterlaten voor volgende generaties. Ja, nou, de financiële crisis is niet alleen de schuld van de banken. Maar de banken hebben grote fouten gemaakt en we hebben ze moeten redden. Dus even mijn prioriteit is te voorkomen dat dat weer gebeurt. De volgende keer dat er een bank omvalt, dan wil ik die bank binnenlopen en zien dat daar gewoon meer reserves in de kluis liggen. Dat die bank een buffer heeft om zijn eigen problemen op te lossen. En als de problemen nog groter zijn, dan wil ik dat de eigenaren, de investeerders in die bank, de rest van het verlies dragen. En niet langer wij met z'n allen, de belastingbetaler. Dat is een grote verandering. En dat hebben we nu zo'n beetje voor elkaar. Nee, het gaat op dit moment al echt beter. Mensen hebben wat meer uit te geven. Bedrijven durven weer te investeren. De werkgelegenheid neemt toe. Maar het is allemaal nog zwak. Ik vind dat het sterker zou moeten. Ik wil daar een zekerder gevoel bij hebben. En dus moeten we voorzichtig deze koers vasthouden. Dit jaar verlagen we de belasting met 5 miljard. Vooral met de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die het moeilijkst hebben. En alle anderen gaan er ook een beetje op vooruit. En die 5 miljard gaat natuurlijk helpen. Gaat helpen om de economie een steuntje in de rug te geven. Mensen houden gewoon iets meer over in hun portemonnee.